wat in de muziek mij raakt? Ja. Nou, ik hou van ritme ook. Ik hou van het syncopische effect in deze muziek. Ik ga eens even kijken, want dan kan ik een goed voorbeeld mee geven. Waar staat hij meer in het begin van de map? Bijvoorbeeld de wals Canto de los Ángeles. Het is de oudst gedateerde wals van Curaçao, Canto de los Ángeles. Het is van Jan Gerard Palm, een bijzonder mooie wals. En deze wals is echt oorspronkelijk geschreven in gewone, zeg maar, Europese driekwart ritme. Hè? Zo van... De Europese wals, waar het ergens vandaan kwam, waar het begon. Hè? Dus 1, 2, 3. De Antilliaanse saus erop, zal ik wel zeggen. Is, hè? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. Ja, dat is vrolijk, het is blij. Nou, als klein kind vonden mijn ouders muziek en sport bij de opvoeding horen. Dus ja, dan komt het vanzelf. En ik had er echt geen probleem mee, want ik wilde heel graag piano leren spelen. Rond mijn 10e begon ik op pianoles bij Edgar Palm. In mijn ogen was het een hele oude man. En heel vriendelijk. En ik wilde eigenlijk muziek spelen waarop mensen konden dansen. Mijn ouders hielden van dansen. Maar Edgar Palm hield me heel gauw uit de droom. Die zei, je gaat klassiek leren. Maar als je goed je best doet, krijg je op het eind van de les een speel ik wel iets dansbaars voor je. Hem zien spelen was geweldig. Hij had zo'n vleugel in zijn woonhuis. En ja, dat was het helemaal. De band is er. Hi allemaal, kom binnen. Hey. Netty! Je hebt de Orla Caribense kleur aan, hè? Oh, mooi hoor. Op een gegeven moment kreeg ik het erg druk op het VWO. En mijn ouders die deelden mijn mening niet dat ik muziek wilde gaan studeren. Die vonden maar dat ik een echt vak moest gaan kiezen. Dus op een gegeven moment hield het op. Nou, het is grappig, maar... Meestal denken mensen dat je heimwee krijgt, al dus dat dacht ik zelf, als je net weggaat van je land. Toen ik in Nederland kwam in 1990, was ik zo druk met mijn nieuwe leven opbouwen, dat ik eigenlijk niet zoveel heimwee had of ruimte had om daaraan te denken. Maar als je dan wat langer in het land bent, dan ga je het meer missen. Tenminste, Ik ging Curaçao meer missen. Ik ging ook de muziek, hè, die daarbij hoorde, missen. Het is mijn droom, mijn ideaal, dat deze muziek moet blijven voortleven. Gewoon omdat ik het de moeite waard vind. De keuze voor de mensen is heel divers. Ik heb mensen met verschillende achtergronden en dat is wel bewust. Het is een houten fluit. En hij is van mijn vader geweest. Nou, wat ik mooi vind aan de muziek is dat er zit heel veel in. Het is vrolijk. Maar soms ook heel droevig. Sommige stukken zijn heel vertederd. Ja, er zit van alles in. En het is voor fluit is het bijzonder dankbare muziek. Nou, ik denk dat het erg leuk is om samen muziek te maken. Zelf heb ik heel lang gewoon zelf muziek gemaakt, maar het maken van muziek in een groep is extra uitdagend. Ik ben zelf niet van Curaçao. Ik kom uit Suriname.
het mooie van deze Antilliaanse muziek is dat er eigenlijk unieke percussie-instrumenten ook in worden gebruikt die je bijna in geen enkele andere Caribische muzieksoort hoort. Een van de unieke instrumenten op de Antillen is de wiri. Ja, het is heel karakteristiek voor deze muziekstijl. En wat ik ook leuk vind is het leren van nieuwe dingen die ik toch niet had geleerd op Curaçao bijvoorbeeld tijdens les. Ja, opgegroeid op Curaçao ben je ook opgegroeid met die muziek. Maar wat je nu ook leert is bijvoorbeeld ook hoe mensen van andere culturen, zoals bijvoorbeeld hoe de violisten kijkt naar het stuk wat geschreven is. You know, I'm only play classical violin. Mm-hmm. And then it was for me a big surprise the Oro Caribense music, like a Curaçao, the traditional music. It's really, it's very beautiful music. Did you ever hear about Curaçao before you came at Oro Caribense? No, I'm sorry. It's really no. Als je een Japanse violist hebt, die kijkt weer met een frisse blik naar deze muziek. En die brengt weer iets van haarzelf erin. Een Surinaamse percussionist, die kijkt weer anders. Anders zouden we alsmaar meer van hetzelfde doen. Dus ik denk dat deze traditionele muziek ook zijn ontwikkeling mag hebben. Want anders wordt het een beetje stoffig. Dat is veel moeilijker om mensen te betrekken. Ja, veel mensen vinden het bijzonder idealistisch dat ik deze muziek op de kaart wil zetten. Maar toch geloof ik erin dat dit kan. 1, 2, 3, 1. Het is het feest van de herkenning. En als wij zorgen dat mensen het horen, dan blijven ze het ook waarderen. Als we ermee bezig blijven. Zonder herkenning kom je er niet.